Welkom weer bij NL Magazine en we gaan NL series bespreken, in dit geval Game of Thrones. De eerste echte aflevering. Van het laatste seizoen. Ja, hè? Eindelijk. Ja. Ja, we hebben vorige keer dan wel een soort preview gehouden. Ja. Maar nu gaat het echt nu beginnen. Nu is het echt werk. Echt beginnen. Dus, nu is de preview op de volgende 6 of 5. Ja, precies. dat was het eigenlijk. Ja, ik dacht 6 of 7 in totaal, maar dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Maar dat maakt niet zo veel uit. Maakt niet uit. In ieder geval begint dus met de binnenkomst van Daenerys en Jon Snow. Jon Snow. En dat is echt gewoon een spiegeling. Ja. Gewoon spiegeling van de eerste aflevering. Ja, ja, echt letterlijk de eerste aflevering. Jon is home. Ja, dus die zag gewoon, hij zag de hound, zag je lopen. Zonhelm. Ja. Dus ja, dus dat was gewoon iets om te zien van, nou, dat was leuk dat ze wel bij elkaar kwamen. Ja. Ik vond ook ontmoeting met... Jon Snow trouwens. Eerst met Brent trouwens. Ja. Die was er ook wel. Die dus eigenlijk simpelweg vanaf na het eerste seizoen ook niet meer heb gezien. Ja. Dus dat is al, zeg maar, voor ons al 8 jaar, maar voor hun moet het nog misschien wel langer zijn. Ja. En die gewoon, dat was gewoon, maar hij zei ook van, nee, ik ben helemaal niet je broer eigenlijk in zekere zin. Nou, dat heeft hij tegen hem niet gezegd. Dat niet in zijn face inderdaad. Nee, maar dat is een beetje apart of dat. Ja, maar Brent is sowieso... Ja, een beetje apart. Nou, dat zal Jon wel hebben gedacht van, nou ja, hij is niet zo enthousiast als ik aan het doen. Nee, ja, maar hij is ook... raar. Nou ja, wij weten waarom hij raar is, maar voor mensen die hem een tijd niet gezien hebben, is het van... Ja, was een heel apart, was grappig. Ja. Nou, en dan krijg je natuurlijk de, hoe heet het, Daenerys samen met, weet je, Sansa. Het was een aflevering van Reunies en of First Impressions. Ja. Zij vond het al sowieso wat minder dat hij mensen had meegenomen, die niet uit de North kwamen. En dan ook nog eens die mensen. Leuk. Ja. Dan ook nog eens specifiek een Targaryen. Ook nog. We hebben een Noorderling ook niet bepaald een goede band mee gehad. Nee, en dan krijg je eigenlijk, als je dan echt naar de Throne Room gaat, dat vind ik wel erg. Dan zag ik het ook weer terug. Waren er meer mensen waren er niet blij mee? Nee, kleine, zoals kleine Lady Lyanna. Zo die goed was er ook niet zo blij mee. Die is de enige die ook de mond durft te openen. Dat vond ik eigenlijk ook een verbazingwekkend. Ja. Nog steeds. Ja. Ja. En die hebben hem aangaan. Ja. En wel leuk, ook, dat ze ook vroeg van, hoe moet je noemen? Ja, van, ik weet niet eens meer wat je bent. Ben je überhaupt nog wel iets? Ja. Dat voorkomen ze. Zij durft wel alles te zeggen. Nou, dat vind ik wel mooi. Dat is zeker zin. Nou, weet ik waarvoor ding is natuurlijk ook Ladies Sansa nu. Die is natuurlijk de volbloed. En eigenlijk Jon Snow, nu geen koning meer is, is hij gewoon weer. Jon is een bastard. Ja, dus is hij lager. Klopt inderdaad. Daar doelde zij misschien wel een beetje. Maar ze hield zich net in. Hè. Ze had het woord kunnen zeggen, maar ze hield zich in. En toen verbeterde ze zichzelf zo'n beetje. Ik weet niet hoe ik je moet noemen. Ja, maar dat kan wel. Dat vond ik wel heel goed inderdaad. Hij dat zegt. Dus dat is een beetje het punt, ja. En, hij wou niet in de zaal zeggen voor mijn mensen, maar eigenlijk had ze wel willen zeggen: eigenlijk ben je gewoon weer de bastard. Ja, dat komt wel. Dat had zij wel willen zeggen, denk ik. Nou ja, vind ik wel een goede eigenlijk. Ja. Dus dat ik heb het niet echt gezocht. Nee, ik ook niet eigenlijk. Het is gewoon niet te binnen. Denk ik. Ja. Maar dat was wel aardig. Ja. En dan krijg je natuurlijk de optreden van Tyrion, wat eigenlijk niet hielp. Tyrion, ja. Die dan. Hij begon goed, maar hij sloot dan af met, de Lannisters gaan ons ook nog helpen. Ja. Nou, daar heeft niemand vertrouwen in. Nee. In het noorden, de Lannisters komen ons helpen. Ja. Nee, niemand, daar zit je op te wachten. Niemand gelooft het, behalve hij ook. Niemand in die hele zaal geloofde het. Zelfs als het wel zo was, zouden ze er niet heel blij mee geweest zijn. Maar dat vond ik zo mooi, dat kan je de laatste scène met Sansa, dat ze op de balkon staan. Ja, dat zegt ze ook. Zegt ze van, geloof me echt dat Cersei... Precies. Dat je slimmer was. Ja. Ja, dat vond ik zo mooi. Die was wel hard, ook, best wel. Gerechtvaardigd. Ja, het begint ook wel mooi. Ik vind het altijd wel mooi, die steken zo een beetje half achterwaarts. Vind ik wel zo mooi van in de teksten. Het draait zich om, hè? Zij wordt steeds meer slimmer. Maar ze heeft ook aardig wat leermeesterschap. Ze heeft geleerd van de beste. Dus, op een heel harde manier. Ja. Dus die snapt het wel. Die snapt het spelletje nu wel, En dan zie je ook even, om toch bij de Starks te blijven. Dan zie je natuurlijk Arya met Jon. En Arya met de Hound. Ja. Maar met Jon vergeet even dat ze toch... Dat van Jon is mooi, maar je kan zien dat ze echt een hele sterke band hebben. Ja. Ja. Echt een hele sterke band. Ja. En hij blijft een Stark, ook al in de nieuwe situatie. Voor haar sowieso. Ja, maar hij is sowieso een Stark. Ja, het is alleen hij heeft niet meer de naam Stark. Nee, maar dat had hij ook al niet, want hij was al Snow. Ja, hij was Snow. Dus dat is ook mooi, want dan is hij nu een full-blood neef gewoon geworden. Ja. Dus het zijn nog steeds familie van elkaar. Van meerdere partijen. Ja. Ja, dat wordt dan denk ik, een neefje van... Hij is een neefje van bijna alles nu eigenlijk, maar ja. Nee, dus van de hele club daar, Van de hele club daar is de neefje. Dus dat is dus daar zeg ik van... en dat, als je dan ook kijkt naar Jon en Daenerys, dat ze dan samen op het draadje gaan rond, dat is ook nog zo leuk.
How to Tame Your Dragon. Ja, dat is ook wat ik denk. Ja, dit is een Dragon Riders. It's How to Tame Your Dragon. Dus dat was een beetje. Ja. Ik vond dat een beetje. Ik vond dat een lichtelijk makke manier om hem te introduceren dat hij ook wel op die draak kan rijden. Ja, dat moesten ze wel doen. Ja. Want ja, ze willen de tempo ingooien, dat merk je ook. Ze moesten een manier vinden. Ik had het persoonlijk leuker gevonden en misschien indrukwekkender als het in de Battle of Winterfell was. Dat hij bijvoorbeeld dermate in de problemen was dat hij of dood moest gaan of op een draak moest zitten. En dat hij op een draak gaat zitten. Ja. Dit is meer een soort... Ja, maar nu spring er maar op. Ja, maar wat als ik dood ga? Dan ga je dood. Ja, okay. Maar interessant is dat misschien nu kunnen ze 2-1 doen, hè? Daar willen ze ook naartoe natuurlijk. Plus dat elke het zijn niet allemaal Dragon Riders, maar... Je moest in ieder geval Targaryen zijn om überhaupt een Dragon Rider te doen. Dat vind ik wel weer apart. Weten we niet meer of dat in de serie gezegd is. Nee, wij weten het niet. Wij denken van niet, jij van wel. Ja, ik denk van wel. En het wordt ook nog door de makers ook nog gezegd een keertje. Dus dat klopt. Maar ik zou niet weten wanneer. Ja, volgens mij wel dingen dat Arjen wilde graag ook op een draak gaan. Dus daar kwam het ook een keer naar voren. Succes. Ja. Dat gaat hem niet worden. Nee, dat ten eerste is die derde draak dood. Ja, ook dat is lastig. Dus daar zit een punt. Nou, als je dan gewoon kijkt naar... wat vond ik nog meer zo'n punt? Over Qyburn. Mijn theorie. Over Qyburn... jouw nieuwe idool. Paar woorden gesproken. Die zei iets heel raars. Ja. Die deed een toekomstvoorspelling. Terwijl hij dat helemaal niet kan doen. Maar hij was er zo zeker over. Dat ging over dat hoertje die dan... Zijn eigenlijk zijn enige zin, hè? Ja. Bijna wel. Nou ja, dus de hoertje gaat die zegt zo, ik vind ook oude mannen leuk. En dan zegt hij later tegen Bron van, over een jaar gaat ze dood aan waterpokken. Toch gewoon een smallpox. Smallpox. Dus dan, hoe dan ook, ten eerste komt hij al op een hele stille manier binnen. Zoep. Ja, hij was er dan in. Ja. Dat vond ik wel opvallend, dat klopt inderdaad. Dus ik denk dat er wat meer achter zit, achter de personage. Het is sowieso één blok mysterie. Ja, want hij vertelt nog zijn geschiedenis. Dat hij al heel dankbaar is voor Cersei, maar dat kan natuurlijk gewoon een val zijn. Dat hij daar specifiek heeft gezeten. Hij heeft nu wel een plek voor. Dat was meer om Bran te overtuigen van. Ja. Ja. Dat hij, ik denk niet dat het gaat helpen. Ik hoop niet dat het gaat helpen. Lijkt me niet logisch als Bran dit doet. Bran die moord gaat plegen. Ja, om hem te overtuigen om die moord, om moorden te gaan plegen. Op de twee Lannisters. Waar hij letterlijk de afgelopen paar jaar bijna alleen maar mee heeft rondgehangen. Ja, maar hij wil het wel natuurlijk zijn toekomst veiligstellen. Ja, maar hij heeft geen toekomst, want hij weet wat er speelt. Nou, het punt is dat nu, kijk, alle Lannisters hebben hem dingen beloofd. Hij vindt dat zij niet de belofte zijn nagegaan. Ja. Alleen van Tyrion en van Jaime heeft hij nu wel iets uitbetaald gekregen. En naar mijn weten heeft hij van Cersei niet zoveel gekregen. Tyrion zorgde ervoor dat hij het kasteel kreeg. Ja, Cersei nam het weer in. Nee. Ja. Nee, volgens mij is het. Hij vertelde was dat ding is. Jaime heeft het weer teruggepakt. Ja, klopt ook. Want hij had het. En toen werd het afgepakt. Toen moest hij naar Dorne mee. Hij moest hem met Dorne. Ja, oké, maar dat betekent dat hij die vrouw die zo leeg. Hij had dat kasteel inderdaad. Ja. En had hij half wit of een wife, maar dat maakt het niet zo veel. Ja, oké, maar als je naar Dorne meegaat, ben je niet meteen al je. Eigen en toen moest hij naar Dorne toe om daar weer wat te gaan doen. Want anders was je spullen weer kwijt. Dat is zo werd het gedreigd. Ja. Heeft hij wel gezegd inderdaad. Dus daar zit het wel in. Dus daarom, jawel, maar Jamie heeft zeg maar, in de loop van... heeft hij dus ook wel eens een keertje een zak met goud gegeven. Ja. Maar je hebt nooit wat gezien wat Cersei heeft gegeven. Nee, dus waarom zou hij loyaal blijven aan Cersei? Ja, oké. Okay, maar dus toen, ik zelf maar toen, zei, toen hij dat zak goud kreeg, zei hij... Ja, ik zou toch voor jou een kasteel dinges krijgen. En zei dinges, ja, wacht maar even voordat het afgelopen is. Dus hij heeft het niet gekregen. Dus dat is een beetje het punt. De kamer heeft dat slimmer. Maar ik hoop dat Bran toch wel slimmer is dan dit. Nee, weet niet. Hij heeft zichzelf wel neergezet als een personage die misschien niet altijd de slimste is. Maar altijd wel zorgt... kan nadenken. Ja, maar wel zorgt dat hij het altijd overleeft. Precies. En zorgt dat hij in ieder geval met iets overleeft. Dat niet met niks staat. Dat is het gaat wel om... Bran is uiteindelijk wel voor zichzelf. Hij is wel zelf zijn eigen... Hij is zelf een belangrijkste. Belangrijkste punt, ja. Dus ja, zeker weten. Voor zeker weten. Maar toch... En dat heeft hij ook gedaan... Toen dat Tyrion in de duel zelfs had, zei hij, heel fijn voor je, maar ik ga niet tegen dat risico neem ik niet. Nee, dat klopt wel. Klopt, maar ja. Hij heeft het een paar keer toch laten zien. Daarentegen, dus... Maar toch, de stakes zijn nu wel anders. Ik weet niet, maar in ieder geval,
dat is in ieder geval een leuk punt om dat ze erin hebben gezet. Ik ben wel benieuwd wat daar meer gebeurde. Want Bran was toch wel een van mijn favoriete karakters al die seizoenen. Ja. Letterlijk vanaf seizoen 1. Nou ja, hij zit er ook zo lang in, omdat het de fan-favorite is. Precies. Ja. Want in het boek heeft hij helemaal niet zo groot rol. Precies. Dus wat dat betreft doet hij het wel heel goed. Alleen wat er precies met hem gaat gebeuren, ja, niemand kan het vertellen. Bran gaat nu ook naar het noorden. Ja. Hij heeft die kruisboog gehad om ze dood te schieten voordat ze terugkomen. Dus dan ziet hij vanzelf wel wat voor een puinhoop het is. Ja, want hij komt te laat aan om... Hij komt te laat voor de Battle of Winterfell, tenzij ze weer speedboats gaan... Ja, het is heel snel. Dat zou niet goed zijn. Nee, dus hij komt terug, ziet waarschijnlijk een leger wat aan flarden is. Ja. Denkt dan, hopelijk, er komt iets aan. Ik weet niet wat. Is dit goed voor mijn toekomst om die twee dood te schieten? Nou, kijk, heel simpel, als de Night King die slag heb gewonnen, dan denk je, wow, weg, pak mijn paardje, hup, een keer om. Ja, maar dat is het enige eerste wat hij ziet. Dan word je de kruisboog niks meer. Je ziet in een of andere leger van half dooien. Als het is, dan ga je weg. Dan pak je een bootje, dan ga je naar Essos toe. Ja. Maar, dat vond ik trouwens wel leuk, van, als we naar de Greyjoys gaan, dat die Yara, die had wel een slim, zei ze van, ja, kijk, ze kunnen niet over het water komen. Alleen ja, die draak is met je lastig, die is natuurlijk wel, die kan natuurlijk wel over. Ja, maar ja, je hebt manieren om hem aan te vallen. Ja, de vraag is of tenminste, de gok is van inderdaad, zou de Night King zoveel moeite doen voor die Iron Islands? Nou, dat is niet zoveel zeggend. Nee, het gaat hem, ja, maar ik denk dat het de hele mensheid wat uitroeien. Ja, nee, maar dat is wel het laatste plekje waarschijnlijk. Nee, dat weten we natuurlijk niet, hè. We weten natuurlijk niet zozeer of hij nou echt iedereen wil uitroeien of dat hij gewoon een doel wil bereiken inderdaad. Of dat specifiek zijn doel is. Nou ja, hij zei dat hij achter één persoon aan ging. Als die persoon op de Iron Islands is, dan gaat hij naar de Iron Islands. Dan wel. Ja, maar ik denk niet. Maar succes met daar te komen. Dat is niet Yara Greyjoy, nee. Er zijn eigenlijk misschien 3-4 personages die het zouden kunnen zijn. Dat is nu gewoon, hoe heet het? Jon Snow. Ja, want er wordt gezegd dat hij nu de Azor Ahai is. Dus hij zou het dan moeten zijn. Wat is Bran, hij is een goede Raven. Nou, misschien is het Daenerys, kan ook nog zo zijn. Zij zou de Azor Ahai kunnen zijn. En die kleine veentje die meegenomen is. Van Samwell die zou meegenomen. Kleine Sam. Ja, die zou natuurlijk een Nightwalker kunnen zijn. Ja, dus dat zeg ik, heb een van mijn dingen niet gekregen. Maar dan klopt het niet helemaal, want de eerste seizoen had je al van die Nightwalkers die al mensen hadden vermoord. En toen hadden ze dat teken al gemaakt. Ja, dus, het veld. Dus dat is voordat die andere jochie weggenomen is. Dus, ze waren dat bezig. Is niet hun hoofddoel. Nee. Dus dat kan je eigenlijk al wegstrepen. Het wordt waarschijnlijk of Bran, want Greenseer. Ja. Of Shion. Shionny, want Targaryen, Azor, High, Spotlight. Ja, dat zit Danny op. Denk ik niet zozeer. Nee. Als hij voor een Targaryen gaat, dan is het Jon. Ja. En niet zozeer Danny. Dat vond ik trouwens ook leuk, dat... dus niet in de aflevering, maar na de aflevering kwam vertelde een van de schrijvers of van de regisseurs, de producer zelfs. Dit boy Wise. Ja, die zei, een van de belangrijkste personen zijn John en Arya. Dat zijn twee main characters. Dat vond ik heel apart. Dat is ook wel zo, want die heb je natuurlijk, Arya is natuurlijk heel te gevolgd in de serie. Het hele belangrijke deel gekregen in het seizoen. Ja. Als je gaat kijken naar, eigenlijk zijn er drie personages waar het de hele serie omheen gaat. Dus Danny werd helemaal gevolgd, John is altijd gevolgd. En Arya. En dan King's Landing was gewoon de dynamiek van dat daar steeds, omdat het de hoofdstad was. Nou ja. Precies, dus de locatie was verder niet zo bepalend uiteindelijk inderdaad. De locatie is wel bepaald voor King's Landing op zich, maar wie dan de baas is, was altijd... Dat is de vraag. Ja, dat is de vraag. Kijk, dus Cersei heeft natuurlijk een hele grote rol gekregen. Ja. Maar daar is ook een van de main characters, maar niet waar het verhaal om gaat. De main character. Nee, er zijn dus drie personen waar het verhaal eigenlijk om geschreven is. Maar maar ik geloof niet zozeer dat uiteindelijk bepalend is voor de serie. Want op een gegeven moment, we hebben meerdere afleveringen gehad dat heel erg focuste op een bepaald figuur en die gaat dan dood. Dus ik weet niet of dat per se goed nieuws is. Oberyn. Nee, maar het gaat, heel seizoen. We hebben nu 7 seizoenen gehad. En 7 seizoenen is wel duidelijk dat die drie personen echt... zelfs Sansa is ook nog voorgekomen. Arya heeft een grotere rol dan Sansa. Ze hebben die training en zo. Die Sansa die zit nu meer in de spotlight omdat ze Lady of Lady of Stark. Ze heeft ook die hele toestel. Ze heeft ook een evolutie gehad. Met die Bolton was ook een grote eigen. Absoluut. Dus daar zie je wel een punt dat hij, maar in ieder geval, terugkomend, ik denk dat John
Daenerys en Arya, dat zijn de drie. Arya heeft een bepaalde skillset waar je ook wel wat aan hebt. Dat zijn wel de drie hoofdpersonen. Ja. Sansa is goed met woorden en is slim. Ja. Terwijl ze, ik denk niet alle drie safe zijn. Nee. Kijk, de vraag is ook van, is het nu nog belangrijk? Want Arya heeft natuurlijk die halve afkomst van de... The Man Without Faces. Je, ja, dus heeft dat nog, komt dat nog terug? Heeft dat nog belang? Of is het eigenlijk van, nou, hier heeft zij de training gehad en we hebben het er niet meer over? Dat kan je eigenlijk nog zien als verhaal opbouwer, dat ze heeft die trucken niet voor niks geleerd. Wat was dat voor een rare club? Nee, maar zij gaat natuurlijk, ze gaat sowieso, denk ik, dat hele Winterfell verhaal wel overleven. Yeah. Ik denk dat zij een rol gaat krijgen met haar truc iets in King's Landing zelf. Ja. Nee, daar zat ik ook op aan. Daar zit ik op te denken. Wow, ze is lekker Cersei. Qua skillset heb je veel aan. Ja. Het kan zelfs zijn dat zij dus dat Jamie misschien toch vermoord wordt op Bran of zoiets, maar dat zij dan het gezicht neemt van Jamie. Zo. En dan uiteindelijk Cersei ook niet verwacht. En daarmee Cersei vermoord. Jamie heeft bij mij een beetje een plekje van ik wil niet dat hij doodgaat. In het begin vond ik echt een eikel. Jamie was in het begin echt zo'n bastard inderdaad. Nu is het echt gewoon. En je begon steeds meer te liken inderdaad. My boy Jamie. Ja. Maar je weet dat hij een keer doodgaat. Ja. En maar toch, je wil nog het niet. Een awkward momentje. En dat gaat er ook helemaal terug naar aflevering 1. Want daar gooide die Brad lekker uit het raam. Ja. En dan dacht hij van nou, het zal allemaal wel wat daar gebeurt, kan me niks schelen. En hij ziet hem toch weer. Na zoveel jaar overleeft hij het toch. Maar Brad kondigde het ook aan van I'm waiting for an old friend. Ja, maar volgens mij doelde hij daar op dat moment op Sam. Dat hij zei, want hij zit op precies dezelfde plek. Ja, is dat precies dezelfde plek? Ja. Als Jamie binnenkomt. Ja, is dat... Ik denk dat hij doet op Jamie, niet zozeer op Sam. Ik dacht zelf Sam, dat hij dus daar zat te wachten dat Sam naar buiten kwam en hem tegemoet kwam. Dacht ik zelf. Nou, het interessante is, hij ziet, want hij ziet de drie-eyed Raven geworden, die vergeten. Ja, ja. En die kent waarschijnlijk Jamie van zou kunnen. Maar wat interessanter is, Jamie heeft ervoor gezorgd dat hij de drie-eyed Raven uiteindelijk is geworden, doordat hij deze val heeft gemaakt. Is hij kwippel geworden? Heeft hij een hele andere... Nee, maar is een hele andere lijn geworden? Ja, maar dat is de hele truc van het hele vooruitdenken, vooruitkijken. Ja. Tijdreizen is niet letterlijk, maar wat is nou oorzaak, wat is nou gevolg? Ja, dat is altijd een discutabel dus iets. Jamie is daar voor Brandon een heel belangrijk punt, dat hij daardoor... Enigszins wel. Je zou het kunnen zeggen van wel, want als hij dat niet had gedaan, had hij niet een ander leven. Het lijkt hij nog steeds niet te veel rondgedwaald. Precies, was hij naar Noorden gegaan. Dus dit was een van de... Had je kunnen zeggen. Ja, plus, om even terug te komen op inderdaad, waiting for, je gebruikt de term old friend ook vaak voor iemand die je tijden niet gezien hebt. Ja. Sam en Bran zaten allebei al in... Ja. Waiting for an old friend. Dit is... Dus ik weet, dat moet hij gemikt hebben maar, op Jamie. De grap is natuurlijk ook, als hij zo ver vooruit kan zien, het is niet vooruitkijken, voor hem is alles hetzelfde. Weet hij dan al hoe het gaat eindigen? Dat is nu het mooiste iets waar je over kan discussiëren. Het kan zijn dat dat aan zoveel factoren ligt dat de Night King zelf ook daarmee zit. Ja, maar die zijn allebei even sterk daarin. Ze kunnen allebei even aanpassen. Ja, zou dat het zijn? Of denk je van, we moeten ons verhaal gewoon volmaken. Dit is onze rol en ik weet dat het zo eindigt. En dat dit moet er kan ook zijn dat het gewoon een potje schaken is en dat hij gewoon zo goed mogelijk probeert alles in juiste banen te leiden. Dat is wel wat Triad Raven wilt. Ja. Volgens mij in de boeken komt er een beetje voor. Dus in ieder geval... Het verteld, nieuwste boek is er nog niet uit. Nee, maar in ieder geval, daar komt het voor dat er was die theorie dat Edward Raven alles heeft voor elkaar gekregen. Echt dus alles naartoe heeft gestuurd, zodat Jon Snow dan de champion kon worden van de good guys. Ja, Azor Ahai. Ja, dus dat, ik denk dat dat een punt is. Want als inderdaad dan Jamie inderdaad dan de friend is waar hij op zit te wachten, dat zou betekenen dat Bran dus Jamie wel een bepaald belang vindt in het verhaal, in het grote verhaal. En het enige grote verhaal is... Tegen de Nightwalkers. Dat en hem ook vergeven tijd heeft voor zijn hele gedoe. Ja, dat boeit hem allemaal nu niet. Maar wat voor belangrijke rol heeft Jamie dan nog? Nou, en hij weet, dat heb je ook gezien, dat Jamie heeft natuurlijk de Mad King vermoord. Dat was een heel belangrijk punt. Het kan zijn dat zijn doel inderdaad weer omtrent dat is. Dat hij weer een Kingslayer wordt. Nou ja, eens een Kingslayer, altijd een Kingslayer. Of een Kingslayer nog gaat worden. Ja. Dus dat kan nog. Ja. Het zou wel heel veel clichés het juiste woord is. Het zou wel heel voor de hand liggen als hij Cersei zou killen.
Ja, ja. Of Bran vindt, zeg gewoon van, nou ja, Jaime is zo belangrijk, dat de Valyrian Steel Cloud. Fair. Is het Valyrian Steel Cloud? Nee, dat is geen Valyrian Steel Cloud. Ja, ik zeg het gewoon. Nee, maar reforge hem in Dragonglass. Nee, maar het is wel zo dat je ziet in, in de algemene trailer die ik voorkwam. Je weet dat, deze dat is hij aan het vechten op die muur. Dus hij is, je weet al dat hij gewoon... Hij is er ook, dus hij... Ja. Dus hij gaat sowieso vechten. Hij heeft zich ingezet voor de levende. Dat heeft hij ook zelf. Dat respect. Ja, dat gaat hij nog niet gezegd. Dus maar dat is ook wel... Hij wilde fight for the living. Ja, dat heeft hij ook gezegd. Nee, toen hij naar het noorden ging. Ja, maar dat gaat hij ook eens zeggen. Ook in die court. Oh, dat zal vast. Ja, precies. Omdat hij zichzelf moet verdedigen over wat hij komt doen. Wat je niet zou verwachten. Hij heeft Cersei verlaten. Omdat hij letterlijk heeft gezegd van... Ik heb beloofd om dat te gaan doen. En daar ga ik me aan houden. Als jij je niet aan wil houden. Ja, goed. Dan kan ik niks meer aan veranderen. Ik ga in ieder geval. Ja, maar hij is ook echt nog steeds een knight. Echt een ridder. Hij moet zijn boek nog steeds volschrijven met zijn vrouw. Dat wil die enigszins. Maar ja, hij heeft nu al lang geen dingen meer. Ja, hij is ook al lang niet meer dat arrogante... Kingsguard is hij nu natuurlijk niet meer. Nee, hij komt niet meer in de boeken. Nee, wel, want ook als je grote daden hebt gedaan, kan je ook in de boeken. Je kan er ja, maar hij is geen Kingsguard. Worden. Nee, dus kan je niet meer in de boeken. Tenminste, hij is geen Lord Commander zelfs meer. Je kan expelled worden uit die boeken, maar... Ja. Ik zie dat nogal een... Dat zie ik nogal... Ja. Nu de Lord Commander gaat nog wel een mooi einde krijgen. Ik denk het wel, ja. Hij krijgt wel een einde. Even kijken wat we nog meer hebben. Gendry met zijn Dragonglass. Ja, dat is ook interessant. Heel gemakkelijk met Arya. Ja. Maar toch wel weer leuk op het einde. Ja, en dat staat ook weer terug op... niet letterlijk het eerste seizoen, maar die hebben natuurlijk ook wel hele geschiedenis. Het tweede seizoen was dat toch, of derde? Ja, dat hier natuurlijk... Dus dat ze gevangen zaten. Dus dat hebben ze ook wel een behoorlijke geschiedenis. Ja, nou ja, zoals we aan het begin zeiden. Het is gewoon een aflevering van reunions en first impressions. Dat is het eigenlijk een beetje... En op het einde kwam er opeens actie met Umber. Ja, dat was even een toonzetter. Om niet alles weer helemaal van, oh ja, het is meer een reunieaflevering, zo was het niet. Het was nu van, let op, dit is wat er speelt. Ja, even om te laten zien dat de dreiging echt is. Dat was al, het is een opbouw voor het einde. Ja. Maar het is niet, ja. Ja, en dan vond ik toch het meest interessant was uiteindelijk toch het gesprek met Samuel en natuurlijk toen uiteindelijk John. Dat hij toch vertelde, vond hij wel, natuurlijk moest dat van Bran, maar het was ook wel, het moest het een keer weten. Ja, en dat is natuurlijk, die twijfel over Daenerys. Tuurlijk, want hij gelooft heilig in Daenerys en hij geloofde heilig in Ned. En hij wil eigenlijk zeggen Daenerys, dat hij dus alles waar hij in geloofde in Ned en waar hij nu met Daenerys... Ja, alles was meest weg. Ja, wordt anders en dat is moeilijk voor hem. Ja. En welke kant gaat hij op? Denkt hij van, nou, het kan me gestolen worden en ik doe gewoon wat ik gisteren ook al deed? Ja. Of gaat hij nu toch anders doen? Nou, weet je wat kan gebeuren? Dat is ook zo soms. Kijk, hij gaat dus nu gewoon denken, nou, prima, blijf steeds naar steunen. Maar dan gaat er weer iets raars gebeuren en dan is het toch in achterhoofd. Ja, het zit in zijn achterhoofd. Hé, dan doet ze weer een beetje iets agressiefs. Ja, en wordt dat uiteindelijk de Game of Thrones? Tussen Jon en Daenerys? Misschien is dat. Zou niet de eerste burgeroorlog zijn? Nee, de hele tijd is het al gewoon... Het zou ook niet de laatste zijn waarschijnlijk. Maar... Dat zou heel apart zijn. Maar ja, dan is het... Maar ja, dan zou je zeggen, dan gaat Jon het winnen. Als Sam natuurlijk de auteur is van het verhaal. Ja, of Sam hoeft niet per se. Of Sam schrijft over Danny op het einde. Ja, ja, maar hij vindt hij niks. Nee, maar dat maakt niet uit. Het gaat om geschiedenis. Hij beschrijft het ook. Als hij zich echt meester wil worden uiteindelijk, moet hij gewoon de geschiedenis omschrijven. En wat minder boeken stelen. Maar ja. Die scène was ook typisch Daenerys. Lekker tactvol ben je weer. Ja, het begin was wel leuk. Het gaat leuk. Het begin is top. Met die en dan opeens is het, oh ja, ik heb je vader vermoord. En toen zag je Sam van... Okay, dat is nog één ding. Daar ben ik niet heel blij mee. Van die dat Jorn ook niet eventjes een beetje ingreep. Dat is wel jammer. Hij durft haar nooit tegen te spreken. Hij is zo'n man, die kent zijn plek. En die zal ook nooit één woord zeggen. Die is al lang blij dat hij weer naast haar mag staan. Ja, dat is waar. Maar dat vond ik inderdaad, dat zag je ook achteraf. Dat vond ik wel mooi. Dat Sam's reactie over zijn vader en over zijn broer. Dat daar zo'n verschil in zat. Ja. Zijn vader van... Nou ja, het is totaal niet fijn, maar hij is nu tenminste, mag hij weer naar huis toe? En toen ze zei van, ja nee, je broer heb ik ook vermoord, toen brak hij. Dan is van, okay. Ja, want dat was ook onnodig, dat was een totaal onnodig gebeurde. Die hele actie was totaal onnodig. Ja, nou, dus als hij alleen de vader kunnen doen, dan als het was. Ja, ik weet niet of het onnodig, dat is wel... Je kan ze als krijgsgevangenen nemen, nu heb je het hele leger opgeroepen. Nee, maar dat is niet in de lijn.
bend the knee of die. Ja. Dat is ja, maar wel dat, standaard. Daar is wel een beetje erg. Ja. Dus, natuurlijk op de manier op drakenvuur is een beetje... Ja, maar ja, zij heeft nou eenmaal, ze gebruikt die draken bijna als stopwoord. Ja, ja, dat was duidelijk. Dus van, oh, jou mag ik niet. Drakhuis. Wist jij dat ik? Ja, ja dat zei... ze dreigde dus zelfs eigenlijk Sans ook een beetje. Twee keer. Eén keer toen in het gesprek van, draken eet alles. Ja. En later zei ze tegen John van, ze moet wel... En toen, toen werd het afgebroken. Want toen kwam iets... Maar toen zag je bij John ook al van... Wacht, wat? Ja, dat kan een punt worden. Nou, maar dat opgestapeld met dit, opgestapeld met... Ja, dus ik denk dat zelf dat John niet tot het einde van het seizoen loyaal blijft aan haar. Nee. Om eerlijk te zeggen, ik zie nu de gaten vallen. Ja. En alleen in deze aflevering. Terwijl ik het een beetje een reunieaflevering heb, maar juist door deze dingen... Er zit veel gedachte onder. Ja. Dus ik denk dat we op die manier daarom niet deze eerste aflevering gewoon mogen beschouwen als van dus een soort intro. Het kan alleen omdraaien als dit is juist opbouwend. Maar het kan omdraaien op het moment dat zij zegt, ik ben zwanger geworden. Dan is het een keer de... John heeft, dan verandert John. Maar dan kan hij haar niet meer tegengaan, want dan is het, hebben ze beide belang, dus het gedeelde belang van het kind. Ja. Ja, ja nee, dan is dat... En dan zullen ze zelfs gaan trouwen, want John wil niet dat het een laster wordt. Want dat wil hij echt niet. Dat is iets wat hij in de bank was. Dat zei hij denk ik. Dat was even angst dat hij nooit had gehad. Ja, maar er zijn zoveel manieren dat kan gebeuren. Of er kan een burgeroorlog komen, of ze kunnen gewoon samen regeren. Eén van de twee kan doodgaan. Oké, we gaan nu even gewoon... we hebben natuurlijk een volle aflevering. We hebben een klein stukje voorstukje gezien. Als het goed is, wordt het niet de war. De volgende aflevering, het zou aflevering 3 zijn. Dat zou de derde aflevering zijn, als ik het goed begreep had. Maar waarschijnlijk komt er wel actie in de tweede aflevering. Ja. Misschien al wel het aanvalletje. Het lichtelijke aanval. Het gevecht zal beginnen in 2. Ja, denk wel. Ja, dat gewoon dat je eerst... Dat je zo maar de aflevering vullende gevecht zal aflevering 3 moeten zijn, toch? Ja, 3 was het. Dat is gezegd. Dat is echt één battle aflevering. Maar ja, er zit natuurlijk... ik zit na te denken. Het zal niet de enige zijn. Maar... Ja. Nee, maar ik zit ook gewoon aan het nadenken van... er kan nog wat meer intrigue kan nog bijkomen. Dat vind ik wel dat er iets mag vullen inderdaad. Dat mag ik wel hopen. Nee, dat bijna, eigenlijk zal het interessant zijn dat eigenlijk 2 is helemaal... Bijna denk ik, het valt helemaal aan elkaar. En op het moment dat het aan elkaar gaat vallen, boom, komt net die night... Ik heb zo'n vermoeden. Ik hoop en ik zou wensen dat er nog wel iets... Dat het nog niet zo recht toe recht aan is. Ja, dat. Ja, hè? Nou, kijk, het is tot nu toe altijd geweest in Game of Thrones. Dan is het een Hollywood einde. Ja, dom. En daar geloof ik eigenlijk niet in. Ze moeten die lijn een beetje voltooien. Dat Game of Thrones altijd net in hun wending krijgt. Ik heb zo'n vermoeden dat in 2 het gevecht begint. In 3, great fight. En dat in dat gevecht Jon ook, hoe dan ook, laat blijken van... Hé, ik ben Aegon. Of dat er iets speelt waardoor opeens iedereen denkt van... Damn. Is je boy Aegon. Ja. Want je kan niet zomaar. Je kan niet zomaar de throne room inlopen en zeggen: hé, ik ben John. Ik bedoel Aegon Targaryen. De, sixth in his name, protector of the realm. Nee, hey Danny. Maar dan ga ik terug naar mijn theorie die ik vorige week al zei. Van, in deel 3 wordt het gevecht gedaan en het Noorden wint gewoon. En als dan Jon Snow Patch de Night King weet te vermoorden. Dan heeft hij wel even een fucking claim van, ik ben wel de boy. En als je dan zegt, ik ben Aegon. Maar ben je daardoor king? Nee, maar dan is hij weer king of the north. Nee, maar dan heeft hij dus laten zien dat hij echt wel de beschermer is. En dan zijn heel veel mensen eromheen hebben het gezien. Voor zover ze het overleefd hebben. Ja, en dan zegt hij ook een keertje, kijk eens, ik ben D&D. En dan komt het Lannister leger met de Golden Company en de Iron Fleet. Ja, maar dat toch niet. Ik denk eerder dat dan, misschien als Danny het overleeft, denk ik, wow, gebeurt hier. Die trekt zich terug. Dus dan wordt het gescheiden. En dan zijn ze kwetsbaar. We dan... hebben maar 6 afleveringen. Ja. Nee, oké. Okay. Nee, okay, maar... Daar zou de kwetsbaarheid zijn. Dus dat ze wel winnen, maar dat ze daarna als het ware onder elkaar weer verdeeld raken. Nou ja, en dat dus, daar dus weer de oneenigheid ontstaat. Ja. En dan staat zij over het algemeen nog steeds het sterkst, want zij heeft veruit het grootste leger. Ja, maar als daar wat vanaf is. Ja, maar die Unsullied, dat zijn allemaal grondtroepen. Ja, dat zijn de eerste die vallen. Nee, maar ze hebben 200.000 Dothraki. Dat is ongeveer evenveel als de hele inwoners van heel Westeros, geloof ik. Ik weet niet waar ze die geplaatst hebben. Ja, maar zoveel waren het er als het zoveel is. Waren het wel, ja. Dus die heb je dan... Dus... Zijn er wel wat dood, natuurlijk. Jawel, maar het moet gigantische hoeveelheid zijn. Ja. Nou, we gaan het zien. Maar elke soldaat die valt... Die valt aan de andere kant weer bij. Ja.
Ja, dus dan krijg je de gillende White Walkers. Ja. Maar goed dat ze die olifanten niet hebben. Ja. En ja, dat is ook nog een dingetje. Nou, even daarna gaan we afsluiten. De theorie is dat die olifantjes gewoon vanwege budgettaire problemen niet zijn dat wij kwamen. Waarom dus ook de direwolves nooit meer in beeld komen. Ja, ook dat, ja. En wat dat, ik raar vind. Ja, en dat de writers, dus de tekstrijd, die waren zo pissed off over, want die wilden graag die olifant hebben. Dat is de hele tijd... Refereren. Shit, waarom die olifant niet? Dat zussen. Ja. Shit, ik wil echt die olifant willen hebben. Toch wel. Ja. Als er een serie is die het budget zou hebben voor wat olifanten, dan zou het Game of Thrones. Jawel, maar het is toch wat moeilijker. Olifanten zullen niet goedkoop zijn. Nee. Dus ik denk dat van de wel een leuke vond. Ja, als dat zo is. Als dat zo is, dan was het leuk. Je krijgt tegenwoordig ook van die dierenactivisten. Ook dat, ja. Dus want de paarden die hebben nog niet genoeg geleden hier. Ja, maar ik vind het wel digitaal zijn, denk ik niet. Tuurlijk. Ja. Maar dat zullen olifanten dan ook zijn. Zullen we afronden? Ja, ik denk dat we moeten afwachten tot volgende week. Weer een week wachten. Precies. Ja. Nou, dames en heren. Mag jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende week. Volgende week weer. Tot volgende week. Hoi.